staan negen prachtige meisjes. Maar helaas zullen we vandaag toch weer van iemand afscheid moeten nemen. Iemand gaat de topmodel mansion verlaten. En hier in mijn handen heb ik de foto's van de meisjes die wel nog kans maken op de titel Benelux Next Topmodel. Als ik die naam noem, stap dan naar voren en haal een foto. Denise, want jij was vrijgesteld van eliminatie. En ik moet zeggen dat je daar veel mazzel mee hebt gehad, want op basis van deze foto was het niet veel geworden. Hoe is het nu? Gefeliciteerd, Justine. Ga zo door. Maxime. Leon. Je bent prachtig, maar je moet aan je attitude werken. Dank. Katrine. Foto's zien een beetje tegen, maar we denken dat er meer in zit. Melanie, Tessa, zou je naar voren willen komen alsjeblieft? Melanie. De fotograaf zei dat je een beetje stijfjes was. En de foto viel ons inderdaad erg tegen. Juist van jou hadden we op die dag meer passie verwacht. En Tessa. Je hebt een heel fotogeniek gezicht. Maar we weten niet of je het karakter hebt van een topmodel. Melanie, zelfs jouw vriend heeft jou dit keer niet kunnen redden, want jij bent niet Benelux Next Topmodel. Maar Tessa, voor jou houdt het ook hier op. Maar nu is het tijd om jullie het spullen te pakken en het topmodel mansion te verlaten. Ik ga naar huis en nou, dan gaan we lekker met z'n allen voor de tv zitten en dan gaan we kijken hoe verschrikkelijk ik me hier heb gedragen. Ja. Ik stap zo naar alle modellenbureaus om te kijken wat ze van me vinden en ja, de wereld ligt nog steeds voor me open. Oh, yeah.